Goed, ja. Goed, voor te beginnen dan, welkom Thibaut en Arne op onze eerste aflevering van Keuvelen met. Dus de bedoeling is dat we hier wat losjes praten, dat niet een standaard interview is, voor of na een match of weet ik veel wat, of voor het kranten en dit en dat. Hun losjes babbelen met spelers en mensen die cirkel dichtbij dragen. We gaan beginnen met vragen stellen en de eerste vraag is misschien voor de hand liggend nog. Hoe gaat het met jullie tijdens deze lockdown? Wat doen jullie? Wat houdt je bezig? Heb je een trainingsschema van Cirkel meegekregen of vul je dat gewoon allemaal zelf in de lockdown? Goh ja, de eerste denk ik 2, 3, 4 weken hebben we wel een schema meegekregen. Maar toen we het nieuws hadden vernomen dat de trainer niet verder met ons ging, hebben we niet meer opvolging gehad. Maar is het wel gecommuniceerd geweest in de WhatsApp-groep van ons om de conditie te blijven onderhouden. En ja, dat heb ik ook allemaal gedaan, denk ik. En persoonlijk voor mij heb ik ook iedere dag iets gedaan. Maar dan denk ik een maand geleden of zo ben ik in mijn wijzigstand laten trekken, de ene kant. En nu vorige week, net een week geleden, heb ik de andere kant gedaan. Dus nu heb ik voor de eerste keer terug gefietst. En nu kan ik terug bij lopen en sporten. Nee. Ja, voor mij bij hetzelfde. Ook een keer de koersfiets gepakt en een beetje met de koersfiets elkaar in. Een keer even iets anders. Want lopen is, ik vind het wel gisteren voor te lopen, maar voor nu iedere dag te gaan lopen is ook niet echt mijn ding. Dus ja, met de fiets kent wat anders. Hebben jullie al enig idee wanneer dan de trainingen op Cirkel terug gaan beginnen? Of hebben jullie daar nog niks van? Voorlopig nog niet, maar blijkbaar is het wel. Het nieuws is er vanaf maandag, denk ik, kan je weer met 20 buitensport in een groep met een trainer. Dus ja, ik weet niet, ik denk dat nu bestuur wat samen zit om te kijken wat ze het gaan doen. Via de training of in kleine groepjes. Dus ja, ik denk wel in de loop van deze week dat we wat nieuws gaan hebben daarover. Mm-hmm. Hop, hop. Laat ons hopen dat jullie snel terug kunnen beginnen. Ja, inderdaad. Van. Hier nu al gaan en sporten. Dat hoort niet aan, hè. De verveling begint toe te slaan. Maar nog werken met die studeren. Studeren? Jullie studeren alle twee nog? Ja. En wat studeren jullie momenteel? Alle twee kine. Zware studies. Ja, ja maar vanaf jongs af aan zijn we gewend van te plannen met iedere dag was trein vroeger ook met de jeugd. Dus er zit er wel een beetje in een bak dat planning, dus dat lukt wel. Over vroegere sproken, dat is eigenlijk ook een van onze eerste vragen. We willen een keer terugkeren naar heel het begin, Thibaut. Je zit begonnen bij FC Varsenaren. Had dat goed voor hen en dan op 8-jarige leeftijd de overstap naar Cirkel gemaakt. Ja, klopt. Hoe is dat verlopen? Is dat een paar van je huidige trainer, komt Cirkel kijken? Zijn er andere aanbiedingen geweest? Denk dat toen iemand is komen kijken, denk Mark van Opstalen, als ik me niet vergis. En dan had ik een keer gebeld naar mama en papa om te vragen als ik zag zitten voor een keer te komen testen, de testtraining. Maar ja, zoals jullie wel weten, denk ik, is mijn familie een beetje blauw-zwart. Dus ze stellen dat voor aan mijn opa. En mijn opa zei zo, ja, zie je zot zeker? En papa zei, papa had zelf meegemaakt, de jeugd meegemaakt bij de club. En hij heeft een paar keer de kans gehad om naar Cirkel te gaan. Mm. En hij zei, je bent wel overwogen dus om naar Cirkel te gaan. Om daar ook meer kansen te zien voor de jeugd. En dat de opleiding wel niet beter, denk wel even goed is, maar dat het meer wenselijk is. Dat je ook dus nog altijd je studies hebt, dat ook even belangrijk zijn als voetbal. En dat was de eerste keer testen met het truitje van Ronaldinho, denk ik dan nog. En dat was dan nog met A's en B's. En ik werd dan direct opgenomen in A's. En dan eigenlijk alle leeftijden meegemaakt. En dan denk ik vanaf U14, U13 altijd zo een jaartje hoger mogen meetrainen. En dan matchen. En dan van de U16 naar de U19 gaan. Dan ook beloften direct een half jaar meegedaan. Dus eigenlijk alle leeftijd meegemaakt. Dus het was geestig. Sorry. Arne, hetzelfde. Je bent begonnen bij Kortemark. Ja. En dan overgaan naar Roeselare. Om dan uiteindelijk bij de U12 aan te sluiten van Cirkel Brugge.
Ja, dat klopt. Hoe is dat bij overloop? Ook met de scout die komt kijken? Of is dat een trainer die jou Ja, getipt heeft? Of... dat is ook via Mark van Opstalen. Dus ze zijn een paar keer komen scouten. En ze waren tevreden. En dan is Mark van Opstalen, denk ik, één of twee keer bij me thuis gekomen voor te bespreken en voor het plan van Cirkel uit te leggen, wat dat Cirkel allemaal te bieden had. En dan in die 12 ben ik dan aangesloten in Cirkel. Maar dat was met een vrij grote groep, want ik denk op dat moment waren er een stuk of 7 spelers die van Ruslaren naar Cirkel gingen in mijn leeftijd. Dus dat was wel langs de ene kant wel leuk, omdat je niet als enige nieuwe toekomt. We waren direct met 7, dus had eigenlijk al een hele bende die je kende. Dus dat was wel geestig. En dan heb ik ook alle jaren doorlopen tot de belofte. En, ja. Nu de aken. Ja, jullie zijn dat er eerst al studies. Was dat makkelijk combineerbaar eigenlijk? Studeren en voetballen toch op een hoog niveau? Ça va, ik vind het is wel planning en soms moet je wel een en ander laten vallen, maar uiteindelijk valt dat wel mee. Dus het er nog, allee, als je goed plant, heb je al voldoende tijd. En lijkt nu ook in de hogere studies heb je ook bepaalde faciliteiten, like examens verzetten en zo. Dat kan ook wel een hulp zijn. Dus vooral die planning daar heel belangrijk is. Ik wou gezien al vanaf middelbaar, denk ik, was gewoon trainen en dan in de avondstudie studeren tot 5:30, 6 uur. Dan kwam het busje van Cirkel je ophalen aan school en dan kon je aan het trainen. Ideaal wel een uurtje afstuderen elke dag. Komt er wel goed, dus ja. Sta je dan zelf in voor die planning of komt dat cirkel, alleen helpt cirkel dat een beetje bij, of is dat echt, je moet dat zelf volledig kunnen regelen? Ik heb dat altijd zelf gedaan, maar ik denk wel dat er op een bepaald moment wel wat faciliteiten was voor dat samen te doen. Want ik denk ook aan de jeugd, ja, boven de cafetaria van Ricardo was er op een bepaald moment, kon naar boven gaan voor te studeren, denk ik. Maar kun je dat nu nog eens? Denk ik niet. Maar ja, Cirkel steunt ze wel volledig in de studies en ook tijdens de training was altijd. En denk heel vroeger nog, als ik bij de U9 en U10 was, moest je dan ook je rapport indienen. Om te kijken of het goed was of niet. Was het goed En? gewoon? Meestal wel, dus kan niet klaar. Ja. Nou ja, belangrijk. Studies zijn Ja, belangrijk. dat is ook allerlei studies. Het is cirkelijk als je een keer echt niet kon omdat je te veel werk had voor school. En je zei dat, hielden ze daar ook wel rekening mee. Het is niet dat ze daar niks van rekening mee houden. Als het echt nodig was om te studeren en je kon niet anders. Dan was dat ook geen probleem voor Cirkeluit voor een keer de studies op één te zetten. Maar dat staat nog altijd op één. Voetbal is ook minstens even belangrijk. Hè. Ja, tuurlijk, tuurlijk, uiteraard. Goed, ondertussen heb je eigenlijk al beide een debuut gemaakt bij de A-kern. Arne, jij maakte zelf je debuut 2 weken na het ondertekenen van je semi-profcontract. Had je dat zelf verwacht, dat je dat zien aankomen, of... Nee, het is in enkele weken allemaal heel rap gegaan. Ja. Uiteindelijk in enkele weken van gewoon te spelen bij de beloften en 3, 4 weken tijd nou ja, op standaard mogen spelen. Het is allemaal zeer snel gegaan, die periode. Maar ik ben daar wel heel dankbaar voor ook. Voor Cirkel voor die kans te geven. Dus Ja, dat is wel ja. een onvergetelijk moment daar. Als je dat staat in de spelerstunnel in standaard, dat is echt ja, kippenvel toch aan mij. Imposant stadion, hè, Sclessin. Ja, dat ja, wanneer weet je dan van nu komt mijn moment? Zie je dat vooraf gebriefd wist? Of wanneer, hoe lang op voorhand weet je van ja, mijn spelen? Ikzelf denk ik, voor standaard wist ik dat al een dag of twee van tevoren. Had de trainer al gevraagd voor een keer naar zijn kot te komen. En had hij daar gezegd van kijk, we zullen graag met je starten. En dan ook ja, alles uitgelegd van ja, een beetje de tactiek en elke keer ziet zitten en allemaal zo ja, er wel voor klaar stond. Dan, wie is de eerste die dat weet dat je gaat starten? Ja, ik heb dat eigenlijk redelijk lang. Tegen Thibaut, Calvin en Stef heb ik dat wel verteld. Maar voor de rest, buiten voetbal, heb ik dat like, bewust bij gezwegen. Voor gewoon dat niet een of ander, gewoon dat ik me op mijn gemak kon concentreren op die wedstrijd. En ja, dan ja, een paar uur voor de wedstrijd heb ik wel naar mijn ouders gestuurd en zo en naar mijn familie.
Wow, een speciaal moment voor hun er ook geweest zijn. Ja, ze waren ook aanwezig daar, dus dat is een droom die uitkomt uiteindelijk. Inderdaad. Thibaut, gaan we naar jou even overgaan. Jij mag de eerste keer op invallen in Henk. Ja. Wist jij dat op voorhand al van ik ga invallen? Of zijn ze van je moet je klaarhouden? Of was het echt gewoon opwarmen, plotseling roepen ze je naam en word je er wat in gesmeten? Goh ja, ik was ook gewoon allemaal begonnen, denk de maandag, dezelfde week nog. Mm-hmm. Hadden we een match met de belofte en ja, goede match gespeeld en de trainer was gewoon kijken. En dan had hij via de beloftecoach Jimmy de Wolf laten weten van voor een gesprek te gaan en mee te trainen de woensdag. En voor de training heeft hij ons apart genomen en gezegd van ja, goede wedstrijd gespeeld. Zodat hij met dezelfde ingesteldheid gespeeld, lijkt dat je nu gaat trainen. En dan dat kan je bij de Aken terechtkomen. Ja, maar als het zo niet is, als het onder de verwachting is, dan maken ze wachten en teruggestuurd worden naar de beloften. Dus ja, op dat moment is het wel even van, oké, ik moet hier wel even goed doen. Dus een beetje stress, maar ja, het was een gezonde stress en veel hoesting. En dan was het op afzondering vertrekken voor de match. En dan was het zo bang afwachten naar selectie, geselecteerd of niet. Dan uiteindelijk geselecteerd en dan al direct een droomleven komt. Vrees ik op de bank te zitten en dan samen de camera gedeeld met Calvin. Dus het was wel het eerste dat ik met twee kon beleven, al twee debuutmaten op Henk. En dan hoop je dat je mag invallen en dat komt dan in de 1 of 82e minuut. En ja, jammer dat het niet bijna assist was, dus het was al een heel mooi meegemaakt. Maar dat was gewoon even genieten en dan is het gewoon direct focus als je dat veld komt en is ik echt niet te veel nadenken en ik stress nooit gehad omdat gewoon van jongs af aan droom je al en dat ene moment komt dan is het van eindelijk heb er zin in, kom nog langer. Dus dat is gewoon veel boosting in het spel. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. En dan het deeltje van je debuut, een minder momentje, de match nadien thuis tegen Moes Kroen. Ja, mocht je invallen. En ondanks dat je bijna gescoord hebt, nam je toch wel heel rap die eerste hele kaart. En flirt je een beetje met die tweede heel. En werd je eigenlijk jammer genoeg na 17 minuten, als het me niet vergis, terug vervangen. Wat doet dat op dat moment eigenlijk met jou? Want dat moet volgens mij wel een serieuze opdoffer zijn eigenlijk. Ja, het was op een bepaald moment dat Stef denk ik in de 32e minuut zo last begon te krijgen. En de coach zei van, Thibaut, warm maar op. Dus ik vond ook al van, chill, maar zo de eerste keer als eerste bij hem opwarmen. Dus je moet wel vertrouwen in hem. Dus, en dan mocht ik invallen. En een beetje jurig enthousiasme zeker. Direct zo er wel invliegen en snel heel kaart nemen. Nog voor de eerste helft. En dan zei de trainer en de staf ook van, rustig geen domme fouten in de tweede helft, maar je zit zo te popen om te spelen en eigenlijk voor één publiek te spelen. En je wil het goed doen, omdat ik heb er ook 10 jaar in een spionkop gestaan en alle liedjes zijn meezingen. Dus nu is het aan de andere kant en is het leuk voor die mensen ook keer iets terug te doen en alles te geven voor die mensen. En komt er foutje na foutje en CDC zegt er ook van pas op, want jij hebt al een hele kaart. Ik dacht ook van, ik ga hier moeten opletten. En toen kwam die wissel eraan. En toen was het even wel moeilijk en even slikken, want ook met die gemiste kans. En dat is nog lang in mijn hoofd blijven spelen. Maar met de kines zijn dan ook geholpen om er bovenop te gaan. Om het zo te zeggen. Maar ik moet zo snel mogelijk van je afzetten. Maar als debutant is het moeilijk, want alleen je kans had en dan achter 20 minuten moet je weer wisselen. Het is moeilijk, maar je leert wel iets. Want nu is het ook een beetje slimmer voetbal en niet altijd zo direct vol in het duel gaan of vol op de speler gaan. Mm-hmm. Je zegt iets teruggeven aan de supporters. Ik denk dat we het volgende dat we klaarstaan eigenlijk een mooi voorbeeld daarvan is. Van een filmpje. Ik denk dat je het wel gaat herkennen, dat je het wel weet waarover dat gaat. We gaan het hier op de stream een keer afspelen als dat goed gaat. Jullie gaan je waarschijnlijk ook op Steam kunnen klikken, dan kan je ook mee genieten, om het zo te zeggen.
Dan zijn ze alweer. Sommers. En deze bal gaat er wel in. Het kon niet blijven duren. Genk riep het over zichzelf af. En Cercle heeft wel het verdiend. Een gelijkmaker. Voor de 20-jarige Sommers zijn eerste in de Super Pro League. Ja, ik heb hem wel. Ja, de vraag is een beetje, ja, welk gevoel heb je daar? Wat gaat er door je heen? Hoe beleef je zoiets? Ja, op die fase was het gewoon, ik verstand op nul en ja, shot man, ik zag geen andere oplossing. En op eerst zag ik ja, die bal over de lijn gaan en in de net, en dat was even van de ontlading en gewoon direct kippenvel op de arm overal. En dan nog een keer wordt je naam afgeroepen van het doelpunt van Timo Sommers. En ja, dat is top. Ik zag mijn familie en vrienden boven staan. En ja, allemaal naar voren stormen met de jeugd. Dus dat was echt top. Nou, kan dat geloven. Dat brengt dus eigenlijk ook een, voor een groot deel naar dit seizoen. Dat een mindere start, maar wel een goed einde. We vragen ons af, was er bij jullie eigenlijk op een bepaald moment het geloof aan, nee, het gaat niet meer lukken, we hebben echt een mirakel nodig? Of dachten jullie van, nee, we blijven erin geloven, dat gaat ons lukken? Ik denk dat iedereen er altijd wel blijft in zijn geloven, dat moet ook. Anders, als je er niet meer in gelooft, gaat het ook niet meer lukken, denk ik. Maar denk, achter de wedstrijd in Eupen, dan was de sfeer in de kleedkamer wel redelijk... ja, zoals echt, daar heb ik echt allee, getwijfeld. Niet gedacht van het is gedaan, maar dat wist je wel van de volgende wedstrijd moet het, is het erop of eronder. Mm-hmm. Dus dat was wel een moment. Dan, van Eupen heb je ook nog. Nee, we hebben overnacht. Ik ging zeggen, het is een lange terugrit, maar toch, s'nachts leg je daar wel van water. Ja. Omdat je ook denkt van het kan wel een keer. Allee, dat was wel een moment dat ik dacht van het gaat moeilijk worden. Maar uiteindelijk, je moet maar je denk ik nooit opgeven en dat ook nooit zo. Nee. Dat is inderdaad een lange terugrit naar Eupen. En dat ja, kan dat bevestigen. Dat is wel, ja. Ja, maar ja. Dylan? Ja, doe maar. Nee, doe maar, sorry. Mijn excuses. Dus wij als supporters hebben constant een beeld via de media, via de kranten, via Cercle Brugge, op sociale media ook, van een stork die zegt van kijk, het gaat lukken. We geloven erin, dit en dat, maar toch als supporter ja, is dat zo wat. Je ziet week na week je verder weg staan, de achterstand soms ook wel geroet worden. En toch zien we plots een ploeg verschijnen die er volledig staat. Ik denk dat we ook meer in het begin zoiets aan van het wel wat meer individuen. En plots, wat dat wij dan misschien het Stork-effect willen noemen, zien we een spelersgroep staan, een echte groep. Ligt dat echt volledig als Stork? Kunnen we dat daar toeschrijven dat hij van de bende echt een hechte bende maakt, die dan ook op veld naast, allee, we hebben de week een mooi voetbal zien, maar dan ook de punten brengt? Of ja, ligt dat voor jullie? Ik denk vooral ook backstage, dat heeft ons allemaal goed gedaan voor even ja, focussen op onze speelgroep zelf. En al wat er gezegd wordt, even gewoon van ons af te zetten. En ja, gewoon ook een groep te creëren door wat activiteiten ook samen te doen. En dat is echt wel hopen. En ook ja, de eerste twee wedstrijden na de winterstop tegen Antwerpen en Anderlecht. We spelen goed voetbal, we staan, komen voor, vroeg voor. En dan twee keer in het slot krijgen we 10 op een 10 en pakken we weer 0 punten. Dus dan denk je van ja, het gaat weer hetzelfde zijn als voor nieuwjaar eigenlijk. Maar ja, eerlijk gezegd gewoon en blijven in geloven en de spelersgroep ook elkaar bij aanmoedigen van ja, zo moet dat. En elkaar ook helpen van ja, in deze fase moet je dit of dat doen. Dus gewoon elkaar helpen en ja, elkaar steunen, want ja, we hebben elkaar nodig. Want het is wij dat moeten doen, onze spelersgroep en niet ja, andere mensen. Ook al wonen ze super raar dat het anders was, maar het zijn wij dat moesten doen. En uiteindelijk hebben we dat ook als spelersgroep gedaan, één voor één. En ja, dat was echt top om te voelen, maar ook om, ja, om er deel van uit te maken. Mm-hmm. Ja. Jullie zeggen dat activiteiten, dat Stork daar activiteiten gedaan heeft. Welke
activiteiten hebben jullie dan gedaan om een voorbeeld te geven? Oh ja, we hebben een keer tennisvoetbal gespeeld. Dan hebben we ook, als zo'n matchjes is, zo klein ternootjes is, dat is dan zo. Ja, hoop dat je ploegje wint en er alles aan doen. Dus ja. Dan komt elke keer de winnaar bij iedereen naar boven. Fotootje maken achteraf. Teamen jullie dat samen? Of de jongsters tegen de iets oudere spelers? Of is het Stork zelf die kiest wie dat. Gewoon een beetje combinatie van. Denk, gewoon luk raken en. Ja, het maakt niet uit. Want ik denk dat we met een speelgroep waren die overal mee weg kon. Allee, iedereen kwam met iedereen overeen. Het is niet dat er zo zegt van, oei, dat is een rotte appel, daar wil ik niet bij zitten of zo. Dus allee, dat is al niet het geval in onze speelgroep. Mm-hmm. Dus iedereen wil ook voor elkaar door het vuur gaan, zeker achter nieuwjaar. En onder Stark denk ik wel dat iedereen zo de boodschap had voor elkaar door het vuur te gaan. Dus shirtje nat te maken. En dat was misschien ervoor een beetje minder het geval. En ik denk dat daar vooral een grote stap is onderzet zonder Stark. Mm-hmm. Ja, zeker. En dat hebben wij als supporters ook wel gemerkt. Want, gelijk dat jullie zelf ook zeiden, je speelt goed voetbal, maar je pakt geen punten. Maar toch, weekend na weekend zagen we wel een team met opgeheven hoofd dat veld opkomen en er ook iedere keer voor gaan. Ook al stonden ze jullie achter of zelf voor, bleven jullie vol op de aanval gaan, vol vechten voor die bal. Allee, ja. Dat was wel mooi om te zien. Ik denk dat het belangrijkste is. Okay, het kan ik je tegenzetten en ook als op een uitblijven of zo. Maar zolang dat je er alles voor doet dat je 100% heeft, is er nooit iemand die jou iets kan verwijten. Hè. Mm-hmm. Dat is denk ik het belangrijkste wat je kan doen. Ja, dat is dat de cirkelsupporter enorm waardeert. Allee, we zijn cirkelsupporter, we weten dat we niet alle matchen winnen, maar we willen wel een ploeg die het shirtje gaat nat maken. En dat hebben we inderdaad gezien. Dus daarvoor was het voor ons ook wel nog haalbaar, doenbaar om te blijven er volle bak voor gaan als supporter dan. Ja, maar toch ook top van, allee, als we dan een keer zo'n slot verloren met een match, dat we eigenlijk echt niet uit handen moesten geven. Ook bijvoorbeeld op Eupen, een grote teleurstelling voor iedereen. Maar jullie bleven erin geloven ook en bleven ons aanmoedigen, dus dat gaf ons ook extra hoop. Als jullie anders moesten reageren, door te fluiten of niet meer massaal aanwezig komen, denk dat ook een heel andere invloed hebben op de spelersgroep. Ja, dus, dat werkt van twee kanten. Ja, dat is zo. Dus ja, ik moet ook de supporters die ons blijven steunen. Het was echt een moeilijke periode. Op een bepaald moment stonden we 9 punten achter. Dus ja, het was eigenlijk wel een hoop, denk ik, voor sommige mensen. Maar ja, ze zijn massaal blijven komen. Dus dat hebben ze echt wel goed gedaan en deugd gedaan. En dat zei de trainer ook van, het is weer een thuiswedstrijd, er komen weer massaal supporters. Maar toch niet enkel thuis dan er massaal supporters kwamen, ook op verplaatsing. Allee, dat was zelf op Moeskroen meer supporters dan Moeskroen zelf. Dat is nog nooit gebeurd. Dus ja, dat is top, hè. Nee, dat was inderdaad wel speciaal. Ik moet zeggen, dat heeft ook wel nog iets gemaakt van ons seizoen, eigenlijk. Ondanks het feit dat het een slecht begin was, het was echt een gevoel alsof we kampioen waren, hè. Die redding, dat was. Ja, die beleving op cirkel, dat was er terug. Iedereen ging er met volle gemoed er tegenaan, kwam mee op verplaatsing. Iedereen was wel gezind. Iedereen had er weer open en iedereen voelde van, we zijn weer allemaal een familie. Dat misschien een bepaalde periode even nieuw was, maar het gevoel van cirkel van vroeger was er lekker. En iedereen besefte dat en geloofde er weer in en dat was top. Mm-hmm. Klopt. Als we dan even verder over Stork. Hij heeft zijn contract niet verlengd. Als we dan vragen aan elk van jullie, welke soort type trainer zou Cirkel moeten aantrekken? Zonder een naam te noemen, zonder te zeggen van die trainer, maar welke soort type trainer? Iemand à la Stork? Of iemand die ook enkel maar met de jeugd speelt? Of iemand die, wat denken jullie? Welke soort type trainer moet Cirkel aantrekken volgend seizoen? Goh, ik denk vooral iemand die basisvoetbal begrijpt en snapt. Maar ook die gedreven is en vol met passie zit. En hopelijk, spreek ik dan voor mezelf, dat hij de jeugd een kans heeft natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is aan ons voor te bewijzen, jeugd of niet, iedereen moet hem bewijzen voor de trainer om voor te zeggen van kijk, ik ben er klaar voor. Ik heb er alles aan gedaan en hopelijk heb ik je overtuigd. En zo niet,
Like, voor ons is het, allee, kun je zeggen dat het ook een goede trainer is, want hij heeft ons gelanceerd, kan je wel zeggen. Mm-hmm. Maar ja, voor elke speler is dat anders, hè, de trainer, als dat goed ligt of niet. Dus dat is een anders, denk ik. No, ik denk wel wat dat Thibaut zegt klopt. En ook gewoon een trainer die belangrijk vindt, de waarden van Cirkel. Dus, like dat ik net zei, Church en Atma, dat was ook sterk als iemand die dat wel op hamerde, dat je constant inzette. Of anders ging je eruit bij hem. Dus ik denk dat dat wel ook iets is dat wel zo past bij een nieuwe trainer. Iemand die daarop hamert dat er niet te lang gestraind wordt. Mm-hmm. Ik heb hier ook op interviews noemen ze hem ook een beetje een vaderfiguur in de kleedkamer. Klopt dat? Oh ja, in de kleedkamer komt hij niet heel veel. Omdat hij... Zijn bureau ook alleen niet op onze, hoe zeg je dat, verdiep had. Want je wou echt gewoon, als die kwam, als er iemand kwam van de stad, dat hij dacht van, oké, nu moeten we allemaal opletten en luisteren, wat ook normaal is. Want anders was het gewoon, kun je zeggen, een speeltuin, kun je wel zeggen, als je daar niet op inging. Maar, ik denk wel dat hij voor bepaalde mensen wel wat vuur was, maar die ook... Over iedereen keer apart nam voor te spreken van hoe voel je en hoe is mijn groep en zie je het zitten. Dus het was wel een man die met je inzat en zorgde dat de speler vooral in de groep altijd goed zat. Ja, hij had ook veel vertrouwen aan de spelers, vond ik. Ook als ik moest spelen op standaard, zo echt apart, echt zijn van je kan het. Dus op die manier probeer je wel ook veel vertrouwen te geven. En ook buiten de training toe, achter de training. Ik heb ook vaak met onder andere ik, Calvin, Thibaut, andere jonge gasten nog, zo apart, zo extra oefeningen en allemaal. Hij wil ons wel echt beter maken. Mm-hmm. Dat is waar dat hij... Hij zag het niet voor terug voor een assistent of zo dat te laten doen. Hij wil echt zelf tonen aan ons van, kijk, dat kun je misschien beter doen, dat. Dus ja, dat is wel... Oké. Je zegt dat voordat Stork de kleedkamer binnenkomt, dat even serieus is. Dus we nemen aan dat er voor soms wel wat gezeverd en gedaan wordt. Allee, Cirkel is een jonge ploeg. Veronderstel dat er dat wel kattenkwaad gebeurt in die kleedkamers. Arne, misschien kun je daarop antwoorden wie dat er zo'n beetje de speelvogel, de hangmaker is in de spelersgroep. Hij zou Kilian wel... redelijk grapje probeert dit al nog aan toe. En dan uiteindelijk wij Jan vooral, Thibaut, Kevin en Stef. Ik denk dat wij vooral redelijk goed klikken waren. Dat ook, dat waren de enige Vlaming. Dus ik denk dat we ook echt wel veel grappige momenten tussen ons vier vooral had. Dus dat zijn wel dingen die ook bijblijven. Zijn er zo anekdotes die de kleedkamer kunnen verlaten, dat de supporters misschien een keer zeg kunnen krijgen? Oei. Ik weet niet terecht op een kom dat de... Dat staat niet zo op FIFA is, dat misschien, man. Nee. Dat werd ook wel regelmatig gedaan, een keer een potje FIFA. Zeker. Wie is meestal de winnaar? Goh, allemaal bij aan elkaar gewaagd. Ja, ik was echt. Goh, iedereen was echt aan elkaar gewaagd. Dat was, soms speelt de een wel langer dan de ander erop, maar om conclusie te komen was iedereen eigenlijk. We waren ook op stage aan het toernooi gedaan en was de ene keer winnaar, de andere keer niet. Arne heeft gewonnen, blijkbaar. Ik heb een nootje gewonnen. Ja, we hebben 3 nootjes gekregen, gewoon. Allee, dus we kunnen perfect een keer een FIFA-toernooi organiseren en we gaan wat spelers kunnen strekken daarvoor. Zeker. Ja, dat zeker. Super. Wat nog? Wij gaan zo wat vragen doorkrijgen van een aantal supporters. Ik denk die de supporter graag een keer zo weten ook. Een aantal dingen. Eentje die wel vaak terugkomt, die wij als supporters ons vaak afvragen. Hoe ziet een dag op Cirkel er eigenlijk uit? Wanneer moet je daar zijn? Is dat elke dag hetzelfde? Is dat weekend heel verschillend, of hoe ziet dat er zo wel uit? Goh, nu was het vooral, denk ik, 38, om niet vergis op Cirkel zijn. Dan had je een kwartier om in je outfit te zijn voor de trein. En dan samen ontbijt. Dan
kunnen ze aan het eten afgeslagen zijn. Dus ja, we zien toch waar is het nog bij de kinderverzorging. Of het anders speelt dan een keer FIFA of een keer biljart of ja, voor puur een beetje recreatief zijn. En dan was de meeting met de trainer en de staf van wat we gaan doen op training. Dat is vooral in het begin van de week en dan meer op het einde van de week kwam er dan ja, analyses van de tegenstander van het komende, komende weekend. Analyseren we dat en ja, kijken we wat de beste oplossing is. En ja, wordt wel interactie met de trainer en de spelers dan. Want allee, wat moet je dan doen bij deze fase of die fase? Of is er ook een keer analyse geweest van de match van voordien als het niet goed was? Of wel goed of wel nog beter kon? Dus ja, en als dan twee keer training waren op een dag, was dan middag eten, 1 uur, 12:30. Dan had je 2 uur een vrije tijd eigenlijk. Dus ja, was dan voor ons meestal studeren een uurtje na. Ja. En dan ja, was dan elke minuut dat telde voor het studeren. En dan ja, was het weer ja, 4 uurtje, yoghurtje of een beetje granola met yoghurt. En dan weer een meeting wat we gingen doen op training. En dan trainen en dan ja, douchen en huiswaarts. Mm-hmm. Arne, misschien kan jij dan meer uitleg geven over de aanloop naar een wedstrijd toe. Ja. Begint de vrijdag met een training en dan op afzondering, als het me niet vergis? Ja, meestal is het dan in de namiddag training, dus komen we dan 's middags samen om te eten. Dan is het gewoon eerst eten, dan ja, weer hetzelfde. Even één laten zakken, dan meeting, analyse over de tegenstander. Dan vertrekken, dan training. En dan achter de training krijg je, hangt de selectie uit in de kleedkamer. Op het scherm komt dat dan. En dan degenen die geselecteerd zijn vertrekken dan met de bus op afzondering. En dan op afzondering kom je toe in je hotelkamer. De hotelkamers worden dan liggen altijd per 2. En dan gaan eten en dan s'avonds kan je naar de kiné of ja, allee, heb je zoals echt een beetje vrij af. Het is niet dat je tot 2 uur s'nachts moet weggaan, maar allee, je zit gewoon op je kamer. Ja, waar ik meestal de PlayStation wel mee. Dus dan nog een keer spelen of naar de kiné als je nog iets van last had of ja, als er iets moest gebeuren. En dan zondags was dat opstaan. En dan afhankelijk speel je in de middag, avond, was dat ontbijt, bepaald uur. Dan een wandeling gaan maken of naar de spinning gaan voor een kwartiertje, 20 minuten te spinnen. En een beetje ja, kleine krachtoefening, gewoon een beetje activatie. En dan uiteindelijk eten en dan ja, platte rust. En dan 3 uur voor de wedstrijd, nog een keer de laatste keer eten. En dan je klaarmaken om te vertrekken hè, naar het stadion. Mm-hmm. Is dat een speciaal dieet dan? Allee, of een speciale maaltijd? Of... Wij zitten altijd ja, in aparte kamers en daar is wel een buffet voor ons. Dus het is niet dat we moeten aanschuiven bij de gewone hotel. Alleen bij de hotel als dat is altijd apart. Ja, oké. Okay. Er zijn nog vragen dat we doorgekregen hebben. Ook wel een leuke vind ik, is wat dat jullie grootste persoonlijke prestatie dan is binnen de cirkel. Dus voor jezelf, niet de redding met de ploeg, maar wat je zelf vindt van kijk, echt check dat ik dat kan doen met cirkel. Goh, mag het over heel de jeugd gaan of enkel? Ja, de B-cirkel. Goh, ik denk toch, allee, voor mij dan persoonlijk, met U12, U11, ik wil er nu vanaf zijn, ja, uitgeroepen dat speel van toernooi. En ja, dat was eigenlijk wel een topmoment, want allee, die laat topploegen mee. Zo, ja, Anderlecht, Club, Feyenoord, Celtic toen ook. Dus ja, dan uitgeroepen worden was wel was echt van shot van, is het wel ik? Dat was echt van schieten van, ja, het was wel eerst voor dat meet, maar... Ja, van ik denk ik, goh, moment, denk de U16 toen met Wouter, die nu ook trainer is van de Belofte, dat we kampioen zijn gespeeld. Ik denk dat dat voor mij wel in mijn jeugdcarrière een van de mooiste momenten is. Want de laatste speeldag moesten we winnen op Lierse. We stonden eerste en al won op Lierse. Waren we zeker van kampioen te zijn, maar uiteindelijk hebben we dat gelijk gespeeld. En dan moesten we de busrit terug naar huis. En wisten we nog niet als we kampioen waren, want de andere ploeg speelde pas later. Dus het was dan op de bus te horen gekregen dat we uiteindelijk kampioen zijn gespeeld. En dan in Drongen aan het tankstation gestopt.
En want volgens mij haal ze 4 mee en allemaal, dus we hebben dat dan redelijk geest gewoon langs het tankstation en zo. Dat was het moment Jelsa zal bijbleven. Goed, ik heb trouwens ook gehoord dat bij kampioen worden, dat het nog iets is dat je buiten cirkel ook al hebt gedaan. Om correct te zijn wat ik hiervoor heb, in het minivoetbal in 2012 en 2013. Dat ja. Is in 2012-13. Dat is, vroeger heb ik dat nog gedaan, tot denk ik de U15 of U14 heb ik minivoetbal. Dat is iets dat ik ook echt heel graag doe. Ik vind dat is ook voor, qua basistechniek en al, is dat wel iets die vind ik positief is naar het grootvoetbal toe. En ja, uiteindelijk hebben we daar ook mooie prestaties in geleverd. Dat was dat jaar ook met denk ik 3 of 4 spelers van Cirkel. Dus ja, dat was wel heestig ook. Ja, ik kan dat geloven. Een vraag die er ook gesteld geweest is via de stream, is hoe dat jullie eigenlijk de invasie van huurlingen, dus laat me zeggen de komst van Monaco, eigenlijk beleefd hebben. Was dat voelbaar voor jullie? Of was dat op dat moment zo, nee, dat was een beetje ver van mijn bedshow? Of... Oh ja, denk het eerste jaar, denk ik, dan toen bij de beloften zat, denk ik. En dan, dat jaar zei dan ook kampioenspel, dat ook echt topmoment was. Want ja, dat is de eerste keer, denk ik, en de enige keer verlopen dat kampioen ben gespeeld. Op dat moment voelde je wel dat de jeugd wat minder kansen kreeg en dat meer de huurlingen waren die ja, ook jonge jongens zijn die ook een kans moeten krijgen en meteen een kreeg bij Cirkel. Dus toen, ja, het eerste jaar was het even wat, ja, voor mij was toen, ik was van 18, 17 jaar, dus ik kon nog geduldig en hoopte van ooit de kans te krijgen. Dus ja, maar het is ook moeilijk. Allee, een moeilijke situatie toen, want eigenlijk is Monaco onze redder geweest financieel dan. En heeft ons ook geholpen, dus het is wel te verstaan natuurlijk dat ze ook een reinspeler gaan promoten en de kans wel geven bij Cirkel. De afgelopen maanden, jaren, afgelopen 2 jaar eigenlijk, dat we dan meer bij de jeugd kans bij kregen in playoff 2. Nu was het vroeger, dus ik denk wel dat we op de goede weg zijn. En ja, ten aanzien van ons om te bewijzen en te tonen van wij verdienen die kans. Ja, als wij niet goed presteren, dan hadden we ook geen recht om te zeggen van ja, hier nu krijg je de kans voor de eerste ploeg te trainen. En, ja, het hangt gewoon ook af van speler tot speler. Ze moeten goed presteren ook. Mm-hmm. En Arne, was dat bij jou voelbaar? Want jij speelde, ik weet niet of je dezelfde, je zat een jaar lager, hè, dan... Ik ben een jaar jonger dan Thibaut. Minder. Dat moment, denk ik, het eerste jaar zat ik nog in de U19. Dus ja, dan uiteindelijk voel je daar niet zoveel van. Van het jaar erop bij de beloften, ja... Het was wel af en toe natuurlijk, ja, als er dan iemand, zou ik zeggen, als er dan iemand meedoet van de eerste ploeg, dan als jij bij de beloften zit, en dat is denk ik bij iedereen zo, als je, de jongere gasten vliegen dan eerst op de bank meestal, als er iemand van de A-kern afzakt. Dus alles was soms wel een keer op de tand, want zelfs de huurling van Monaco misschien dat soms meedoen met de beloften, en dan stel je daar wel vragen bij, maar uiteindelijk, kijk dat Thibaut zegt, het is aan je eigen en als je kansen krijgt, moet je ze grijpen en blijf je best doen. En dan, ja, dan zie je wel wat er komt. Mm-hmm. Zag je misschien ook, ik kan me voorstellen dat er misschien wel wat spelers zijn bij de jeugd die dan zeggen van ik ga de veilige optie pakken en bij Cirkel weggaan om mijn kansen ergens anders groter te maken. Heb je dat gemerkt of viel dat echt wel nog mee? Oh, ik denk persoonlijk dat er bij mij wel meeviel. Maar ja, het is uiteindelijk iedereen zijn keuze. Ik ga ook eerlijk zijn, ik kan niet bij stilstaan als de mensen zeggen van ja, ik vertrek, heb ook niet gevraagd van ja, hoe komt het? Denk je misschien dat je geen kans kan krijgen? Oké, ja, voor iedereen is het moeilijk om kans te krijgen en het is niet voor iedereen weggelegd om, ja, ik zeg maar, 10% van de mensen die voetbal bestrijden gaan niet allemaal een contract krijgen en doorstroom naar de eerste ploeg. Dus ja, het is gewoon hard werken en als je zelf ziet van ja, voor mij is dat niet weggelegd. Allee, voor mij is het zo goed. En die beslissing om naar een niveautje lager te gaan, ja, dat is een andere mening. Maar ja, ik denk dat ik altijd ben van mening geweest van ja, hoe harder je werkt, hoe meer dat je voor beloond wordt. En ja, persoonlijk heb ik ook proberen elk moment te rekenen voor te werken. Dus ja.
Okay. Dat is ook iets, als ik naar Cirkel ging, herinner ik me nog dat Mark van Opstalen zo'n boekje mee had. En dat was echt zo twee pagina's of zo. Met allemaal spelers die vanuit jeugd waren doorgebroken naar de eerste ploeg. Dus dat is ook wel iets, denk ik, dat Cirkel altijd volstaan heeft voor zijn eigen jeugdkansen te geven. En dat is ook wel iets positiefs. En wat mij persoonlijk ook wel heeft laten beslissen om dan uiteindelijk naar Cirkel te komen. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat bij de supporters eigenlijk soms misschien het begin nog het meest gesteekt heeft. In het begin van Monaco, dat we enorm veel huurlingen zagen van Monaco en geen eigen jeugd meer. En ik denk nu dat we terug eigen jeugd zijn, zijn dus, de supporters daar toch vrij content mee eigenlijk. Ja, dat ik heb ook veel vrienden en familie die sterk supporters zijn en die dat ook zijn van vroeger. Was nog een keer Lucas van Eno, Gilles de Waale, Karel van Rozen, en Guillaume de Schrijver, ga zo maar door. En op een bepaald moment was er zo bijna niemand meer, of misschien eentje of max twee. En dan nu dit seizoen zijn er een paar talen aan bod gekomen. Dus dat is ook alleen niet leuk voor de spelers zelf, maar ook voor de supporters die denken van we hebben nog Cirkel terug. Mm-hmm. We hebben nog een vraag doorgekregen via de stream. Die vraagt hoe dat de band is met dan de Franstalige spelers. Is dat in het Frans jullie communiceren, in het Engels? Hoe gaat het dan op het veld? Is dat, hoe communiceer je rap en makkelijk op het veld dan? Of naast het veld ook? Oh ja, ik denk met de Fransen soms wel Frans. Maar het kan ook wel keer doen dat je in het Engels begint te praten tegen elkaar. En op het veld, dat is een automatisme. Als dat bijvoorbeeld naar een Franse speler, dan dan roep je lekker in het Frans naar elkaar of in het Engels naar geen Frans of Engelstaligen. Dus dat is lekker een automatisme, omdat je daar op training ook continu elkaar zit te coachen. Dus het is niet dat er één gemeenschappelijke taal is, het is gewoon een beetje Frans, Engels, Nederlands. Ja, soms zag ik wel bijvoorbeeld, als je zo heel tijd gewend bent vanuit Frans te coachen op het veld, en soms dat Calvin voor me stond en dat ik ook in het Frans riep naar hem, bij zo denkt van wat gewoon puur uit Twente, dat ze dan een gewendste dat was wel soms. Dus het heeft jullie aan de ene kant ook wel goed gedaan om jullie Frans bij te schaven? Of zat dat er al in? God, het is goed geweest, want dat is nodig. Ja. Kijk wat. Een vraag die we dan apart hadden, nu niet op dit moment eigenlijk, maar van voordien. Er is iemand die vraagt hoe het dat jullie bij jullie rugnummers gekomen zijn, of dat een speciale waarde heeft. Goh, ik weet nog op dat moment. Calvin en ik zaten toen in VVS te studeren voor de examens. En opeens kregen we allebei apart telefoon van de teammanager. En vroeg van welke nummer wil je? Dus ik denk dat het donderdag was, voor de wedstrijd tegen Henk. En Calvin pakt 26 en dan van ze ook naar mij, dan zeiden ze welk nummer wil je? Ik zei welke nummers zijn er nog vrij en tot welk nummer kan je halen? En we konden dan kiezen denk ik tussen 30 en 41. En ik weet niet, ik vlug zonder na te denken, maar bewust heb ik toch in mijn achterhoofd heb ik 34 genomen. Want papa en hij speelde altijd met 3 of 4. Dus dat is misschien wel een keuze geweest. En mama luxe nummer is 7. Dus het is misschien wel toeval, maar ik weet niet. Toch, toch. Ik wil eerst voor dat in het achterhoofd hebben dat dat een leuke anekdote is. Ja. Arne, heb jij een speciale band met je rugnummer? Gewoon niet speciaal, het was ook welke nummer, vraag was welke nummers zijn er nog vrij? En ik speel ook op positie 3 en 2, positie 2 heb ik ook gespeeld. En dus dat is een beetje zo simpel. Dat is misschien de reden erachter. Maar dat is niet echt dat het een speciale betekenis heeft. Dus weinig bijgeloof in de nummers. Misschien dan de vraag die er een beetje op aansluit. Niet echt bijgeloof, maar wat zijn zo de dingen dat je persoonlijk doet voor de match zelf? Als je zo'n typische ding is van... Misschien uit bijgeloof, dat je zegt van de match dat je eerst linkerbeen uit bed en dan rechterschoen aan of weet ik veel wat. Hebben jullie dat? Allee, onbewust ben je er sowieso mee bezig. Als je bijvoorbeeld een match wint of scoort, denk je van toen heb ik dat gedaan en toen heb ik bijvoorbeeld die onderbroek gedaan. Ik zeg nu maar even.
Dan denk je van ja, misschien ligt het daar aan, maar ja, op een bepaald moment was allee, al dan heel tijd pech gekregen en dacht ik ook van ja, weet je wat, gewoon niet aan denken en gewoon ding doen en dan opeens won een match en dan zei ik van ja, misschien moet ik gewoon aan niks van ritueel mee denken en gewoon heel wat ja, zak maar zonder ritueel, kleren aan zonder ritueel en ja, eigenlijk heb ik nu een heel ritueel meer. Van ik gewoon altijd voor de wedstrijd zo een beetje dezelfde muziek luisteren. Nou, wel een beetje, allee, dat is niet echt bijgeloven, maar dat is wel iets die gewoon, als je zo naar, op de bus zit voor naar de wedstrijd te gaan, is dat wel altijd een beetje hetzelfde. Ik weet dat vroeger de spelers de muziek kozen die in het stadion speelden voor de opwarming. Is dat nu nog altijd zo? Of hebben jullie daar geen inspraak meer in? Goh, ik denk dat we geen inspraak meer hebben. Allee. Ik weet van niks van alleszins. Sorry? Ik weet van niks alleszins daarvan, dus. Ik let er totaal niet op welke muziek dat is. Ah, oké. Okay. Maar ik ging net vragen, moest je een nummer mogen kiezen dat, om mee op te warmen? Hij zegt, dat wil ik sowieso horen in het stadion om mee op te warmen. Goh. De Champions League hymne nu misschien. We weet ooit, Thibaut, dromen mag. Ja. Allee, ik hoop het. Maar Cirkel dan, hoop ik. Ja. Thibaut en Arne, er was een shirtveiling voor de zorg. Thibaut, de jouwe heeft 155 euro opgeleverd. Arne Lafayou 95. Hadden jullie dat verwacht, die cijfers? Of dacht je van, nee, er had er eigenlijk niemand op mijn truitje bieden? Maar toch beide is gewoon bedrag opgeleverd. Ja, en bij elk totaal ik ja, niet verwacht. Want ik was op een bepaald moment ook via de cirkelpagina op Facebook, als ook de link erop gezet, van kijken ja, welk shirtje hoeveel had. En dan ook aan kijken naar de mijne en was van, oh, ik vind het meeste. Het was een keer een update en was ik opeens de derde. Ik zei, amai, dat was echt toch wel gevoeld. Dus, ja, en dan op het einde is iedereen nog bij een binnenport voor de doel. Dus dat is wel geestig. Nou, ik had dat ook al niet echt verwacht. Ik had gehoopt dat er één iemand ging winnen, dus ik was wel blij dat dat zo uiteindelijk dat nog veel heeft opgebracht voor de zorg. Wat is er daar onderling bij jullie? Ik ga ervan uit dat jullie met de spelers een WhatsApp-groep hebben. Hebben jullie daar onderling over gebabbeld van mijn truitje gaat zoveel, of was er daar niet... Nee, dat was er zijn niet zoveel ter sprake gekomen van de biedingen. Nee. Okay. We hebben nog een vraag die ook bij supporters speelde. Dus wij kregen via Cirkel steeds meer via de sociale media te zien, ik had dat al een keer gezegd. We zagen bijvoorbeeld ook na de remonte, dat je dus de match wint, dat de kleedkamerfilmpjes, wat als Stork binnenkomt met de gekende zin, wat is 2 dagen congé. Hoe vul je dat in? Is dat ook... Allez, voelt dat als verlof of zijn je dan altijd bezig met voetbal, met die remonte, met die matchen? Of is het even van rust? Ja, zeker. Allee, de eerste paar uur na de match is even zo in de kleedkamer nog nagenieten van de overwinning. En dan allee, ga je al slapen met een goed gevoel en dan sta je op. En dan is het zo van, ja, ik heb niks te doen, moet niet naar cirkel gaan of zo. Dus ja, meestal is dan ja, wat studeren, de schade wat inhalen en... ja, ook allee, voor mezelf heb ik dan ook altijd gelopen of gefietst. Dus het is niet dat ik echt 2 dagen rust totaal niks heb gedaan. Ik heb ook toch niet altijd alle matchen gespeeld. Dus dat voor mezelf dan van ja, fit blijven en conditioneel hetzelfde niveau blijven. Dus. Mm-hmm. Ja, van ik was dat meestal de maandag hadden we vrij, maar de maandagavond speelden de beloften altijd. Dus meestal moest ik dan ook nog de maandagavond meedoen met de beloften. Mm-hmm. Dus. Als de dag vrij, dan ging niet door voor ik. Dat was dan veel met de blog. Maar ja, uiteindelijk... Het is niet dat erg is. Hè. Wedstrijd spelen, denk dat er dan niemand tegenop ziet. Dus, nee. Train je dan ook als je wedstrijd hebt met de blog de maandag? Of? Soms de zondagochtend train de blog dan. En dat is dan te zien als de eerste ploeg trainen of niet. Dus soms is je dan mee trainen met de blog de zondagochtend en dan de maandag spelen. Als dan vanaf de dinsdag terug aan sluiten bij de AK. Oké. Thibaut, dat juist gaf je aan de
Champions League hymne te willen horen. Wat wil je, dat sluit de vraag daarbij, wat wil je zeker nog bereiken met Cirkel? Wat is het doel dat je echt nog voor ogen hebt van met Cirkel? Moet dat nog haalbaar zijn? Dat wil ik echt nog doen. Bijvoorbeeld, ik weet vooral supporters bij ons, de beker is iets die voor ons wel leuk lijkt. Dat is bij ons iets die leeft, maar wat is bij jou als speler dan iets dat je zegt van, dat wil ik echt nog naartoe? Ja, de beker heb ik nog nooit gespeeld, dus ik kijk wel naar uit om ooit een match te spelen voor de beker van België. En dat is een rare competitie in de beker, want in die competitie kan alles. Iedereen kan van iedereen winnen, iedereen kan van iedereen verliezen. Dus ja, dat zou wel top zijn voor ooit een keer de prijs te pakken met Cirkel. Want ik ben ook geweest de bekerfinale tegen Gent en Henk in 3 jaar tijd. Dus ja, dat is top atmosfeer, top ervaring. En ja, voor dat veld te staan moet ook wel top zijn. Dus ik hoop dat ik dat ooit mag meemaken. En ja, ik denk dat voor iedereen de doelstelling is zo hoog mogelijk natuurlijk eindigen. En ja, gewoon play-off 1 proberen te halen. Ook al is dat niet altijd makkelijk, maar ja, moeilijk gaat ook natuurlijk. Kijk, we hebben nu ook 7 of 9 punten achter opgehaald in 4-5 wedstrijden. Dus ja, waarom niet? Waarom niet geloven en dromen van meer? Arne, ja. Ja, ik denk ook wel de beker. Ik kan me ook nog herinneren toen ik de bekerwedstrijd tegen de finale tegen Henk ben ik ook mee geweest. En ik denk voor supporters dat dat ook echt een onvergetelijke ervaring is. Dat is ja, een hele dag eigenlijk. Dus ik denk ook wel, moest dat ooit nog een keer letten met Cirkel, dat wel echt een uniek moment zou zijn. Ik denk dat dat ook echt voor de supporters een topdag is. En dat zijn dagen die je nooit vergeet, volgens mij. Er zijn wel wat zwarte haten, maar dat is... Dat is waar. Nee, de beker staat bij mij ook hoog. Allee, als er één iets is dat ik nog wil meemaken, is een keer een bekerfinale winnen. Die mij meemaakt, maar hem even kan winnen. Dat is zo... Ja, 2021. ik hou je eraan, Thibau. ik denk dat we dan een beetje naar het einde eigenlijk van onze eerste aflevering komen. En we willen afsluiten eigenlijk met een kleine trivia. Omdat nu zaterdag organiseren we een quiz. Ja, juist. Ja. Zijn jullie alleen geschreven trouwens, Thibau en Arne? Nee, nog niet. Je moet nog vragen als dat nog mogelijk is. Ah, tuurlijk. Zeker. Tot en met vrijdagavond. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Well, misschien kunnen we al oefenen. Ja, we gaan dat voor twee Cirkel trivia vraagjes. We gaan alle twee mogen jullie antwoorden, denk ik, bijna dank dat eerlijkst is. Ik zal het eerst stellen. Ja. Hoe vaak speelde Cirkel Brugge al kampioen in eerste klasse? Een helse geschiedenis. Ik denk 3. Ja, ik ook. 3. Dat zou ik zeggen. Klopt. Exact. Ja. En dan gaan we nog verder daarop met de vraag: wanneer speelde Cirkel voor het eerst kampioen? Ik weet wel, 1 jaar al. Allee, van 1927, dat ze de beker en kampioenschap waren, dat de eerste Brusselse ploeg was. Maar ik weet niet als dat de eerste keer was. Is dat tijd van de laatste keer? Nou, ik weet niet. Derde ook of niet? Het is veel eerder. We waren veel eerder kampioen. Door de eerste keer oorlog dan? Is dat dan? 19... Ja. Van 19... Oh, ik heb het weten. 1911, 12... 14. Het seizoen van 1911. Dat ga ik niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen. Ja, Arne, je gaat moeten samen troepen met Thibau, de quiz. Ja. Goed, kijk. Ik zie ook nog in de stream passeren dat de koper van jouw truitje, Thibau, vraagt of dat echt wel match-worn shirts zijn. Ah, persoonlijk weet ik dat zelf niet. Ik zou een vraag aan materiaal, man, maar het zou kunnen van wel. Maar ik ben er niet 100% zeker in. Pees van wel, pees dat de truitjes zijn dat wij dragen op de wedstrijd. Allee, ik weet niet als je ze al aan had. Ze zullen waarschijnlijk wel al gewassen zijn, maar het zijn dagelijks met mal, denk ik. Als het me niet vrees, kan je dat zien aan de embleempjes, denk ik. Ja. Er zit een embleempje op, hè? Ja. Kijk.
Goed, dan denk ik dat we gaan afsluiten. Ten eerste enorm bedankt dat jullie eigenlijk hierbij wouden zijn tijdens de eerste aflevering. Nou, heel graag gedaan. Ja, geen probleem. Iemand zoekt voor nog een aflevering. Het is goed, we gaan het in het achterhoofd doen. Maar hopen jullie ook een keer, eenmaal dat de competitie terug mag starten, jullie nog een keer te zien in de Circle Pip, de echte Circle Pip dan, en die hier op de Circle Pip stream. Goed. Dan kunnen we samen er eentje op drinken, al dan niet een pintje, of dat mag of niet, dat weet ik niet. Oh ja, met mate zeker. Dat is misschien al gewonnen en of niet. Dat is goed. Jullie hebben er sowieso nog geen te goed van ons. Daar ook Jo aan. Ah. Goed, in orde. Okay. Thibaut, Arne, bedankt. En ja, hopelijk tot snel, hè. Ja, het zaterdag, hè. Ja, het is zaterdag. Inderdaad. Ja, met de dag. Oké. Salutjes. Tot ziens.